Hartelijk welkom bij de Computer Idea podcast Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Luisteraars, welkom bij de achttiende aflevering van de Computer-ID Podcast. Welkom ook Rens en Mark. We zitten er met z'n drie weer helemaal klaar voor. Rens, jij hebt uh, nieuws, want Broadcom heeft iets leuks gekocht. Ja, iets leuks. Ja, ik koop ook wel eens iets leuks, Martijn. Maar Broadcom heeft dus een uh, groot IT-bedrijf overgenomen, VMware. En dat kostte omgerekend 53 miljard euro. Wat? Nog een keer? Ja, 53 miljard euro omgerekend. Dus dat is een van de grootste tech-aankopen ooit. Ehm. Uh, het is een enorme, enorm nieuws ook eigenlijk en het interessante is dat de bedrijven nog niet helemaal bekend hebben gemaakt nou, wie nou waarom koopt, zeg maar. De concrete plannen moeten nog volgen. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat Broadcom een ja, idee heeft om eigenlijk uh, de bestaande infrastructuur van VMware te gaan gebruiken om zichzelf te verbeteren. Dus dat gaat onder de Broadcom paraplu vallen en ze zeggen wij denken dat wij met met VMware binnen ons portfolio een betere oplossingen kunnen realiseren voor grote klanten. Maar ja, wat dat dus precies gaat betekenen, dat is nog niet helemaal duidelijk. VMware, dat kennen de, nou niet de meeste mensen, maar veel luisteraars naar deze podcast... en lezers van Computer ID zullen dat bedrijf wel kennen... Want dat is het bedrijf achter virtualisatiesoftware... waarin je dus onder Windows bijvoorbeeld een andere versie kunt uh, uh, draaien. Ja, nou ja, het interessante is... beide bedrijven zijn best wel gericht op de zakelijke markt. Die, die virtualisatiesoftware van VMware... wordt natuurlijk heel veel in de uh, kantooromgeving ook gebruikt. Dus uh, zeker voor het bedrijfsleven... kan dit wel een hele interessante uh, overname worden... om te kijken natuurlijk wat gaan bedrijven hiervan merken... die misschien al klant zijn bij VMware... of misschien klant zijn bij Broadcom, misschien bij allebei. Wat gaat dat veranderen? Ik denk dat je als gemiddelde consument minder gaat merken van deze overname. Mark, jij hebt het over iets heel anders. Je hebt een uh, artikel in Computer Day gezien over uh, slimme tuin. Nou, ja. Mag je even wat over uitleggen, want wat, uh, wat daarmee bedoelt? Nou, slimme tuin. Je kent, iedereen kent natuurlijk wel het slimme huis, waar je he, beveiligingscamera's, gordijnen, uh, verwarming en uh, dat soort dingen allemaal kunt aansturen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon in je tuin. Dus uh, Het wordt nu wel lekker weer, dus iedereen gaat hier buiten zitten. Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan uh, mooie lampen die uh, automatisch aangaan s'avonds. Of een uh, automatische grasmaaier die voor jou alles eventjes oh ja, Zo'n robot. Uh, ja. Zo'n robotgrasmaaier die kun je aansturen. Uh, ja, speakersetjes, lampjes. Eigenlijk alles om je tuin uh, ook een beetje leuker te maken, maar ook om te onderhouden. Bijvoorbeeld irrigatiesystemen die je op afstand kunt bedienen. Dus uh, behalve smart uh, home heb je nu ook smart garden, zeg maar. Absoluut. Ja, en dat vond ik wel interessant. Want ik, uh, ik ben zelf ook een vervent tuinlidder tuin eigenlijk. Ik vind het heerlijk om in de tuin bezig te zijn. Dus die apparaatjes die ik hier zie, denk ik van nou, dat is misschien wat overwegen waard. En het is allemaal niet heel erg super duur. Dus, uh, ik heb alleen een balkon, wel dus uh, vraag me af of er <laughs> voor mij iets uh, leuks tussen zit. Hoewel lampjes, ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Lampjes en een speakerset, ja. Ja, dat is ook leuk voor de buren, maar uh, die er heel dichtbij zitten. Maar goed, de koopgids uh, die legt alles uit wat er is te kopen op dit moment. En uh, ja, wat het kost en hoe, uh, hoe je ze kunt installeren wordt er ook beschreven. Is dat nou net als met uh, smart home spullen, dat het uh, eigenlijk alleen maar goedkoper wordt? Terwijl de rest altijd al duurder wordt, zeg maar. Ja, nou, de, de prijzen zijn, uh, variëren tussen de 100 en 150 euro, afhankelijk van wat je precies nodig hebt. Oh, dus maar het wordt je... wel inderdaad goedkoper. Het is niet duur, nee. Als je zo kijkt wat het allemaal kost, uh, dan is het wel te betalen allemaal. Ja, en ik heb ook het idee dat het groeit. Net als smart home. Dat moest lang, langzaam op gang komen, zeg maar. Ja. Maar dit soort dingen Het begint nu al een beetje begin... te komen. Dan. Ja, dat uh, Eindelijk. Idee heb ik ook. Nou, ja, want wij schrijven er al jaren over natuurlijk. En uh, ja, nu begint het toch een beetje te lopen allemaal. Vooral voor het voor, voor binnen. Hè. Alles wordt tegenwoordig smart aangestuurd. Je koelkast, uh, je magnetron, je wasmachine. kan allemaal via appjes. Nou, dat kan dus ook in de tuin. Ja, nou hartstikke leuk. En dat allemaal in computer ID. Welk nummer? Nummer 14. Kijk, we houden hem in de, in de gaten. Ja. Meer bedrijfsnieuws, want Vivo komt naar Nederland, Rens. Ja, zeker. Ja, Vivo. Uh, ik, ik ben natuurlijk echt een smartphonejournalist, dus ik vind dit nieuws zelf heel erg interessant. Vivo is een heel erg groot Chinees smartphone-merk. Een zustermerk van Oppo, ook een zustermerk van Realme, een zustermerk van OnePlus. Nou, die drie merken zijn al wat langer in Nederland actief. Vivo was dat nog niet, maar komt in juni dus ook naar Nederland. En dat betekent dat je weer een merk erbij hebt om te kiezen als jij een nieuw telefoon wil. En net zoals eigenlijk de concurrentie, zet Vivo heel erg in op toestellen in verschillende prijsklassen. die een goede camera moeten hebben. die een lange accuduur moeten bieden. en die ook nog eens een scherpe prijs moeten bieden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat nou in de praktijk gaat betekenen. Want Vivo moet nog bekendmaken welke telefoons dan echt in Nederland uitkomen. en natuurlijk ook hoe duur ze worden. Maar ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ik ben ook eigenlijk wel nieuwsgierig. Mark, mm. zie jij dat zitten? Nog zo'n Vivo erbij? Of denk je er zijn wel genoeg merken om uit te kiezen? Nou. Eerlijk gezegd denk ik dat er wel genoeg merken zijn waar te kiezen. Vivo is, een, het is ook een Chinees merk. Hè? Dus ik, ik, ik vraag me altijd af of, dat, of we zoveel Chinese spullen moeten hebben, als ik heel eerlijk ben. Maar ik mm -hmm. denk dat, dat er wel genoeg keuze is op dit moment op de markt. Nou ja, he, de, de, de markt is inderdaad uh, overspoeld aan het raken met, uh, met dit soort merken. Ja. He, ik houd sowieso bij één merk. maar <laughs> Dat <laughs> noemen we geen namen. Dat, nee, 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 zeker niet. Maar uh, uh, geen Vivo. Uh, ik denk inderdaad, er zal ongetwijfeld een markt uh, voor zijn. Uh, en ze zullen ongetwijfeld wel weer een eigen niche vinden. Maar ik heb wel het idee dat het over verzadigd begint te raken, onderhand hoor. Ja. Oké, okay, nou boeiend om te horen. Nou, voor de luisteraar: Vivo is wel echt een van de grootste merken wereldwijd. Staat op de vijfde plaats volgens onafhankelijk onderzoek. Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo en dan Vivo. 8,1% wereldwijd marktaandeel. Dat is best wel veel. Mm. En Vivo die is uh, in 2021 gestart in Europa vanuit Azië ook. Dus de telefoons zijn daar al langer te kopen in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Duitsland. En nou, binnenkort dus ook in Nederland. Dat gaat via een distributeur. Zo'n bekende distributeur die ook voor andere Chinese merken eigenlijk alles regelt: van hè, de inkoop tot de garantieafhandeling tot de marketing. Dus het lijkt alsof het merk Vivo hier echt actief is, maar dat gaat dus via een uh, nou, betrouwbare distributeur. Dus ik ga die ook even vragen: of, hè, welke telefoons komen er dan? Kunnen we die testen? Ook om de laser een beeld te geven van de kwaliteit en de, de mogelijkheden van zo'n Vivo-telefoon. Ja, nou, benieuwd, ik ben heel benieuwd aan. Binnenkort dus uh, waarschijnlijk wel weer meer daarover in een volgende aflevering. Absoluut. Nou, hartstikke mooi. Mark, heb jij uh, een vraag van de week? Ik heb weer een vraag van de week. En dit keer weer een keertje Windows 11. Uh, Tom die vraagt zich af, uh, die ziet in zijn, systeem, bij zijn systeembeheer staan dat er een update klaar staat voor Windows 11, maar hij weet niet zeker of hij hem nou of niet moet installeren. Uh, nou ja, Tom, dat kan inderdaad als je dat wil, want jouw computer is geschikt voor Windows 11, anders zou hij uh, die update niet uh, laten zien. Dus in principe kun je dat weer doen, maar je kan het ook nog even uitstellen. Je hebt geen haast om Windows 11 te installeren als je het niet wil, als je nog tevreden bent met Windows 10, kun je rustig nog eventjes uh, de boel aankijken. Want je hebt natuurlijk ook kans dat Windows 11 bijvoorbeeld geen stuurprogramma's heeft voor jouw printer. Want dat is ook iets wat ik de laatste tijd vaker hoor. Dat Windows 11 niet goed werkt met printers die wel onder Windows 10 uh, werken. Dus ik raad hem wel eventjes aan om de websites van hun van de hardwarefabrikanten te controleren of daar inderdaad een Windows 11 driver uh, te downloaden valt. Die ja. geschikt is voor zijn hardware. Meestal toch wel weer inmiddels, denk ik. Ja, maar Windows 11 heeft toch wat nukken, hoor. Ik merk dat er de laatste tijd ook veel vragen binnenkomen over printerproblemen onder Windows 11. En dat schijnt allemaal te maken te met hebben met een nieuwe dat je toch echt een nieuwe driver nodig heeft. Of dat Windows 11 de standaard Microsoft-drivers installeert in plaats van de echte ja, Epson-drivers. Dus dan heb je ja. beperkte functionaliteit. Een, een normale afdruk maken, dat lukt wel. Maar ja, wil je, iets maar wil je gekke dingen doen, dan uh, gaat het mis. Ja, <coughs> maar ik kwam er ook laatst achter dat er een, uh, dat was een driver, dat was dan HP... Uh, maar om die te gebruiken moet je dan eerst registreren. Oh ja. Denk je, ja maar ik heb het product, hè, dat gaat dan om uh, een familie. En uh, dat product is gewoon gekocht en betaald. Ja. En moet toch nog even betaald worden met gegevens. En daar heb ik toch zelf wel bezwaren tegen. Ja, alsof uh, je een stuurprogramma er... gaat installeren van een printer die je niet hebt. weet je. Dat, ja. ja, dus uh, nou ja, goed, toch maar gedaan. Want uh, ja. Ja, het alternatief is dat je gewoon beperkte functionaliteit hebt. En, ja. uh, maar ik vind het niet helemaal in de haak. Dus nee, misschien ja. later daarover uh, ook nog een keer een item. Voor dat soort dingen gebruik ik altijd gewoon een spam- e-mailadres. Ja, dat is in dit geval ja. ook gebeurd. Sorry, HP. Ja, eigen schuld. Is toch ook echt heel gek dat je een printer koopt, gewoon van je ja, zuurverdiende centen, zeg maar. Dan wil je een ja. blaadje uitprinten en dan gaat ja. het bedrijf waar jij al geld eigenlijk aan betaald hebt ook nog eens zeggen... ...ja, we willen nog gegevens van jou ontvangen, anders kun je geen blaadje uitprinten. Ja, ja dat gegeven was inderdaad in dit geval een e-mailadres. Ja. En maar soms denk ik wel eens van, voor ons voelt het misschien best wel logisch om dat te doen, denk je er niet eens meer bij na, omdat het zo vaak gebeurt. Maar voor mensen ja. die helemaal geen computer gewend zijn, je kan het eigenlijk niet uitleggen, vind ik, wat de logica is. En die hebben maar één e-mailadres, dus die gaan dat ook invullen en dan krijgen ze vervolgens weer allemaal spam. Waar je dus tegenwoordig de, wel ja. netjes voor kunt afmelden, dat wel. Ja. ja. Maar het principe deugt niet, daar zijn. ben nee, we, ik niet. wel snel over eens. Precies. In Computer ID 14 ook een uh, artikel over uh, gratis fotobewerkers. Uh, dus uh, alternatieven voor Photoshop. Iedereen kent Photoshop of heeft het ooit uh, al dan niet betaald of illegaal gebruikt. Uh, maar het heeft ten eerste een hele steile leerkurve. Ten tweede moet je tegenwoordig een abonnement uh, afsluiten bij Adobe. Dus uh, allerlei redenen om uh, te kijken naar alternatieven. En die zijn er gelukkig volop. Uh, mensen zijn vaak wel bekend met uh, GIMP, bijvoorbeeld, dat is een open source uh, tool die ook heel lastig is in gebruik en ja, er toch niet heel aantrekkelijk uitziet, uh, is mijn persoonlijke mening. Uh, in dit artikel staat er nog een uh, heel wat, zeg maar, variërend van uh, heel moeilijk en uitgebreid tot uh, instapniveau. Uh, allemaal gratis of je moet inderdaad, net als bij die drive voor hp uh, even wat gegevens afstaan. Uh, maar dan kun je inderdaad meteen aan de gang met, uh, nou ja, met hele mooie software. Er zitten echt hele mooie producten tussen. Ik, ik licht er even een paar uit. Uh, er is bijvoorbeeld een alternatief voor uh, Adobe Lightroom. Dat heet uh, Darktable. Dat is open source, gratis, kun je helemaal gebruiken. Dat is echt voor de geavanceerdere gebruiker. Daar dus kun je echt RAW-bestanden mee, uh, mee bewerken. En uh, nou ja, eigenlijk alsof je een digitale doka hebt. Ja. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je bijvoorbeeld de uh, foto-optimizer uh, van Ashampoo. En dat is gewoon, ja, je, je weet meteen hoe het werkt en je kan er meteen mee aan de gang. Dus uh, nou alles ertussenin. Komt uitgebreid in dat uh, artikel in uh, Computer 14 wordt uh, het openingsverhaal ook. Dus uh, daarin kun je uh, naar hart rust kijken wat er bij jou past voor het bewerken ja, van. Faber. Grappig de uh, shampoo is natuurlijk al een best wel een oude bekende. Jazeker. Die is ja. begonnen met shareware. Dit, dit lijkt daar volgens mij ook een, een beetje op. Nou ja, dit is, dit is gewoon een, een, een tool waarmee je foto's kunt tweaken, zeg maar. Net even de belichting veranderen, helderheid ja. en contrast. Dat soort gewoon basishandelingen. Voor 9 van de 10 is dat ook meer dan genoeg. Hè? Dus wanneer ga je nou echt de diepte in? Nou ja, daarvoor zijn dus ook tools. Maar dan moet je je er even in verdiepen. Ja. Rens, jij hebt gekeken naar een monitor waarop je al die kunsten uit die fotoprogramma's mooi kunt weergeven. Ja, zeker. Nou ja, en ik denk dat voor zulke fotobewerkingsdoeleinden best wel geld, hoe meer pixels, hoe beter. Want hoe meer pixels, hoe scherper je beeld. En dat is toch, als je gaat inzoomen bij zo'n foto, heel erg handig. Maar deze monitor leent zich daar niet zo heel erg goed voor. En dat vond ik best wel gek. Want hij kost 329 euro. En voor dat geld krijg je een full HD-scherm. Oh. Ja, dus dat is best wel een beetje gek. Want in deze prijsklasse is eigenlijk een kwad HD-scherm met een duidelijk scherpere resolutie wel gangbaar. Ja. Deze monitor van Philips, afkomstig van monitorfabrikant MMD... wel dan betaald voor de Philips-merknaam. Ja, die heeft dus een Full HD-scherm. En dat is best wel een beetje jammer, want ja, je, je koopt een dure monitor... maar kijkt naar een scherm waarvan je denkt... ja, deze resolutie ken ik eigenlijk vooral van of mijn oudere monitor... of van een goedkopere monitor. En wat ik ook opvallend vond, was dat de, de, de helderheid van het scherm... Die was ook niet zo heel erg hoog. We er kwamen tot 250 nits... En het, dat is eigenlijk ook voor een ja, kantoor is dat al best wel weinig. En zeker als je in een wat zonnigere woonkamer zit, had ik best wel vaak de neiging dus om het scherm verder te doen, maar dat kon niet. Oh, dat zijn toch wel opmerkelijke zaken voor zo'n dure apparaat. Hè? Ja. En ook een beetje on onverwacht van Philips. Want Philips maakt over het algemeen best wel goede monitoren. Ja, precies, dat vond ik jammer. En ja, zeker het zijn natuurlijk wel belangrijke punten ook voor een monitor: gewoon een goed scherm. Philips probeert de, nou ja, die gebreken van het scherm wel goed te maken met andere functies. Zo kun je de monitor kantelen en in hoogte verstellen. zit er ook een USB-hub op met bijvoorbeeld een USB-C-poort met 65 watt ondersteuning om je laptop op te laden als je die via de kabel op de monitor aansluit. Nou, dat is allemaal heel fijn. Er zitten ook veel poorten op de monitor verder van Ethernet, DisplayPort, HDMI. Philips heeft daar allemaal goed naar gekeken. Dat is erg fijn. Ja. Maar... Ja, door die uh, relatief lage resolutie en ook de relatief lage schermhelderheid, vond ik het dus niet uh, een heel comfortabel scherm. Maar dat komt voornamelijk door die prijs van 329 euro. Als je had gezegd dat die stuk goedkoper was, kan je nog denken eh, dat hoort er een beetje bij. Ja. Maar voor dit geld kan ik die monitor helaas niet aanraden. Uh, is die monitor dan misschien niet zo duur vanwege al die extra aansluitingen die erin zitten? En dat het misschien vooral een zakelijke monitor is dan voor thuisgebruik. Nou, Philips positioneert hem wel wat meer richting de zakelijke gebruiker. Dus dat kan zeker. En wat ik in mijn review schreef. Het kan natuurlijk ook meespelen dat sowieso de markt niet goed is. We hebben het er vaker over. Er is een tekort aan chips. De logistieke problemen zijn best wel groot vanuit Azië hierheen. Een container op een schip is veel duurder om zeg maar te huren. Dus je ziet dat allerlei soorten elektronica duurder worden. En waarschijnlijk gok ik. Dus deze monitor anderhalf jaar geleden, dezelfde monitor, niet voor 329 euro uitgekomen, maar een stuk minder. Ja. Um, maar het kan. Kijk, zakelijke gebruikers kijken weer iets anders naar de prijs van een monitor dan een consument. Maar ook voor een zakelijke gebruiker is het jammer dat gewoon die helderheid tegenvalt. Dat je dus ja. met een TL-balk boven je, je hoofd. Zeg maar, uh, waarschijnlijk denkt. Dit scherm had wel iets helderder gemogen. Ja, en de resolutie houdt ook niet over. Nee. Twaalf jaar geleden kocht ik uh, ook een full HD monitor. Daar, ja. daar zit ik nu <laughs> naar te kijken, om maar zo te noemen. Voor waarschijnlijk hetzelfde geld. Dat is toch ja. wel uh, opmerkelijk. Dan zal het ongetwijfeld een betere zijn. Maar uh, dit vind ik belangrijke uh, minpunten. En ik zou hem daarom ja. ook zelf niet kopen, zeg ik dan. Nee. nee, dat is jammer. Want inderdaad, de meeste monitoren van, uh, met de merknaam Philips zijn echt wel goed. Des wel regelmatig. Dus uh, ik hoop uh, een volgende keer weer uh, enthousiaster te kunnen zijn en wel iets te kunnen aanraden. Ja, nou, eh, toch eh, mooi dat je dit even meldt. Want dan, er valt wel wat te kiezen, zeg maar. En er is ongetwijfeld een markt voor. Maar ik wens Philip veel succes in dit geval. <laughs> Voordat ik afsluit, eh, eh, als je reacties hebt op en of aanmerkingen, dan kun je die kwijt op podcast.computeridee.nl. In de volgende aflevering gaan wij in op slimme rookmelders. Vanaf 1 juli worden rookmelders verplicht in elk huishouden, dus en zelfs op elke verdieping. Als je meer verdiepingen hebt, dus uh, een reden voor computeridee om daar uitgebreid bij stil te staan. En omdat rookmelders van de bouwmarkt uh, niet zo uh, interessant zijn, uh, hebben wij ons gestort op de slimme rookmelders, dus die met een appje uh, kunnen worden bediend en die je ook een pushmelding kunnen geven, dat soort dingen. Dus uh, daar een uitgebreide test van. Ik ben heel benieuwd uh, wat er uitkomt. Dus, uh, ik ook. Hebben jullie trouwens een slimme rookmelder? Uh, ik wel. Nee, ik heb er zo'n ding, zo ding van de bouwmarkt van 10 euro. Of van, nee, ik heb hem gekregen van de brandweer. Oh, ik wou, geef het uh, zo'n campagne goed. voor uh, beveilig je huis. En uh, nou, die gaf de gemeente Amsterdam toe gratis weg. En jij, maar? Ik heb ze wel, maar geen slimme. Alleen uh, ik heb toen ook een aanvraag gedaan dat ze moesten langskomen om te controleren of wij een goede hadden. Maar die zijn nog niet de, de mensen van de, bouw, de Woningbouwvereniging zijn nog niet langs geweest. Dus ah, okay. de, ik heb ze in ieder geval wel hal hangen. Ja. Ik, heb, uh, ik ben net verhuisd en ik had een domme, zeg maar, een normale. Maar ik ben nu geüpgrade naar zo'n Google Nest rookmelder. En dat oh. uh, vind ik toch wel heel erg leuk, want ik heb hem dan. Ik woon in een appartement, dus mijn slaapkamer zit vlak bij de hal en ook vlak bij het toilet. Dus als ik nu s'nachts zeg maar, vanuit de slaapkamer naar het toilet loop, dan springt de rookmelder heel subtiel aan als nachtlampje. Oh, dat eh, is. Ja, dus dat vind ik eigenlijk zelf leuker dan het feit dat je met een app kan besturen. Hè? Dus nu uh, ik ben er echt super blij mee. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat er uit die test komt. Ja, ja nee zeker. Want uh, ik ben de mening toegedaan dat een rookmelder je vooral ontzettend hard moet wakker piepen als er iets aan de hand is. Hij hangt dan bij mij ook op de slaapkamer. Uh, en ja, weet je, voor de rest is het leuk. Uh, maar ik ben daar ook heel benieuwd naar wat, uh, wat eruit komt. Luisteraars hartelijk dank. Dit was uh, aflevering 18 van de Computer ID Podcast. Rens Mark ook, dankjewel. Graag gedaan. Graag. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.